Dit is Den Haag in 60 seconden. Jongeren hebben zaterdagavond in de wijk Ippenburg flink huisgehouden. Zo sneuvelde in de omgeving van het winkelcentrum aan de Laan van Hoornwijk onder meer een bushokje. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt. Zo'n 400 mensen hebben op het stationsplein vluchtelingen laten weten dat er ook Nederlanders zijn die ze welkom heten. De demonstratie werd georganiseerd door de AVA, de antifascistische actie, en had als belangrijkste doel om solidariteit met de vluchtelingen te tonen. Reizigers kunnen maandag meerijden in de nieuwe Avenio-tram van de HTM. Vanaf vandaag rijdt de nieuwe tram door de straten. Na maanden van testen vertrekt de tram vanaf Kraaienstein het eerste rood-zwarte gevaarte richting Leidschendam. Het begint met één tram. De komende weken worden er op lijn 2 steeds meer nieuwe voertuigen ingezet. Westlander Thomas Poussiat is zondagmiddag winnaar geworden van de Parnassia Laan van Meerdervoortloop. Hij deed 35 minuten en 3 seconden over de 10 kilometer. De Parnassia Loop start en finisht in Kijkduin. Ruim 2200 mensen liepen mee op verschillende afstanden. En dit was Den Haag in 60 seconden.